We zijn nu onderweg aan voetballen. Ciao, ciao. Een groot fan. Je bent een voetballer. Yes. Je speelt bij AFC. Yes. Het is een heerlijke actie van Grootfaam en van Nieuwkoop. Grootfaam. Ja, de mannen staan alweer klaar. Het is een heerlijke actie van Grootfaam en. Ja, man. Leuk dat je er bent. Ja, ik ben er graag. Hoe oud ben je? Ja, ik ook. Ik ben 29 jaar. Ik word 20 augustus 30. Ja. Mooi man, mooie leeftijd. Ja. Ja. Mooi. Ik ben liever 25, dus ik denk dat het mijn mooiste leeftijd was. Maar goed, ik moet het nog zien als ik 30 ben. Of dat ook leuk is. Moest jij ook op zwemles van je ouders? Ik moest niet van mijn ouders op zwemles, maar bij mij op de basisschool moest ik wel op zwemles. Dat was wel verplicht. Dus dat heb ik gedaan. Ja. En ik vond het best leuk, dus ik heb mijn A-diploma gehaald en toen was ik gestopt. Wat is je lievelingskleur? Mijn lievelingskleur? Oeh, ik heb lang niet over nagedacht. Maar vroeger was altijd mijn lievelingskleur blauw. Waarom blauw? Omdat ik van dolfijnen hield. Ja. En ja, die waren altijd blauw. Wat is je favoriete eten? In mijn favoriete eten is pizza. Pizza? En wat voor pizza? Gewoon pizza. Gewoon de pizza, gewoon... Salami, met kaas. Ja, ik weet. Nee, niet met kaas, maar op, even applausje dat ik weet. Ja. Mijn lievelingseten is toch wel bruine bonen. Mm. Ja, ik kan altijd wel bruine bonen eten. Ja. Lekker man. Dus ja, dat is wel echt mijn lievelingseten. Ik vind heel veel lekker, maar bruine bonen kan ik wel echt vaak eten, ja. Wat deed je met je eerste salaris? Eigenlijk niet zoveel. Mijn pinpas was een hele lange tijd bij mijn ouders. Waarom? Ja, omdat ik alles kwijtraakte. Ja. En mijn eerste salaris, ja, ik weet niet. Volgens mij helemaal niks. Ik denk dat mijn moeder ging veel voor me regelen toen de tijd. Ja. Dus mijn eerste, ik weet niet wat mijn moeder ermee heeft gedaan. Ik denk wat spulletjes voor mij gekocht en dergelijke. Maar ik was niet echt met geld bezig ofzo. Mijn eerste salaris, nee. Heb je huisdieren? Nee, ik hou niet van huisdieren. Ik hou niet van huisdieren. Je houdt toch gewoon niet van? Nee. Als ik een dolfijn kon hebben, dan had ik dat gedaan, maar zo'n groot aquarium heb ik niet. Ja. Of een zee thuis, nee. Misschien ooit in de toekomst. Misschien ooit in de toekomst, inderdaad. Ja. Maar ja. Welke auto naar je? Mini Cooper. Een Mini Cooper. Countryman. Ja, Countryman. Ja. Zo. Ja, Mini Cooper Countryman, Rijk. Heb je een lievelingsliedje en kan je een stukje voorzien? Ik hou heel veel van muziek, hoor. Ja. Als je me vraagt een lievelingsliedje. Nou. Heb je een bepaald artiest waar je echt van houdt of graag naar luistert? Of ik hou van R&B, ik hou van rap, ik hou van nederhop. Ik hou een beetje van alles eigenlijk, man. Ja, alles wat een beetje goed tussen de oortjes klinkt, kan ik wel hebben. Van salsa tot, noem maar op, man. Echt waar. Ja. Even iets rappen voor jou of iets zingen, nee. Dat zou ik niet durven eigenlijk, man. Okay. Nee. Hoe was je grootste droom toen je nog jong was? Ik wilde heel graag profvoetballer worden, omdat ik in Westerpark ben opgegroeid en in Westerpark iedereen ging voetballen. Van die oudere jongens waar ik naar opkeek, gingen allemaal voetballen en ze waren profvoetballers. En dus ik wilde ook heel graag dat worden. Wat doe je nu eigenlijk allemaal in deze coronatijd? Veel joggen, ja. Veel met mijn vriendin thuis, quality time natuurlijk is belangrijk, ja. En dat kan je nu lekker doen, ja, ook al is precies. Het gedwongen natuurlijk, maar we doen het wel gelukkig. Ja, vooral gamen ook met vrienden. Oh. Is toch een manier om... Wat voor spelletjes speel je? We spelen Call of Duty. Ja. FIFA. Ja, dat was het eigenlijk. Dat is de enige twee spelletjes die ik heb. Niet maar Fortnite. Nee, geen Fortnite. Nee. Je hebt nu ook Warzone, hè? Dat lijkt een beetje op Fortnite, toch? Call of Duty, dat ken je niet. Nee, dat is een beetje alleen maar Call of Duty van mijn broer. Die speelt alleen maar Call of Duty. Ja. Waar heb je op school gezeten en wat voor opleiding heb je gedaan? Ik heb de basisschool heb ik hier gezeten. Spaardammerbuurt natuurlijk, ja. Spaardammerschool. Ik heb opleiding gedaan sportcommunicatie, Johan Cruijff College. En ook afgerond? Ik heb het niet afgerond, maar ben ik wel van plan om te doen. Maar
ik ging voetballen en toen had ik het een beetje aan de zijkant gezet. Helaas. Daar heb ik wel spijt van, maar ga ik wel afmaken. Zeker weten. Oké, mooi. Zit je nu nog op school? Nee. Dus je vroeger al wat je wilde doen of, en heb je het al waar gemaakt of wil je nog iets anders doen? Ik wilde vroeger profvoetballer worden, zoals ik al zei. Ik heb professioneel voetbal mogen proeven. En dat was fijn voor mij, dus dat gedeelte heb ik waargemaakt. Ik voetbal nu nog steeds op hoogste amateurniveau. En ik vind het fijn, dus voor mij is het top. Ik kan ermee geld mee verdienen, dus eigenlijk wel wat ik wilde. Nou, dat is leuk. Wat zou je uiteindelijk nog willen bereiken in je carrière als voetballer? Ja, het verandert eigenlijk een beetje. Ik wilde vorig jaar, of 2 jaar geleden, kampioen worden. Overal waar ik speel wil ik kampioen worden. En 2 jaar geleden is dat gelukt. Dit jaar niet, door de corona natuurlijk, want de competitie is gestopt. Dus ik zal nu een andere doelstelling voor mezelf moeten zetten. En dat moet ik nog even kijken, moet ik er even nadenken nog eigenlijk. Wat heb je eigenlijk heel lang al niet meer gedaan, wat je best wel mist? Skaten. Ik wil om een step gaan, ik bestel step. Maar ik ben wel al vaak gevallen. Ja, dat hoort erbij, hè? Ik ben hier gevallen. Voorzichtig. Ja. Val je niet. Oké, dus skaten. Ja, vroeger skateboard ik veel. Ja, ik heb het lang niet gedaan, hè. Ik ben gewoon gestopt ermee. En ga je het weer een keer doen of denk je van... Ik heb nog wel een skateboard, dus misschien moet ik hem een keer uit de kast pakken en de stof eraf halen en dan gewoon gaan. Ja. Ben je gelukkig waar je nu staat of zou je het graag anders willen hebben? Ik ben zeker gelukkig. Ja, als ik kijk om me heen, wat er allemaal gebeurt in de samenleving, ben ik zeker gelukkig, ja. Ja. Ik mag niet zeggen dat ik ongelukkig ben. Het zijn mensen die echt ongelukkig zijn en daar ben ik niet één van, gelukkig. En wat maakt je dan zo gelukkig? Wat maakt me zo gelukkig? Ja, mijn mensen om me heen eigenlijk. En het feit dat ik nog leef in deze tijd. Een beetje gekke tijd ook. Ja, zeker. Dus dat maakt me best gelukkig, ja. Wat geef je de mensen mee die ook graag een voetballer zouden willen worden? Hard werken. En gewoon plezier hebben in wat je doet. Wat je wilt worden, dat kan. Dus laat niemand je zeggen dat het niet kan. Gewoon door blijven gaan. Hou je alleen van dure merkkleding of zou je ook Primark of H&M dragen bij wijze van spreken? Ik hou niet alleen van dure kleding. Ik hou wel van mooie kleding. En meestal zijn de mooie kledingen, of althans, meestal haal ik wel dure kledingen. Maar dat is niet omdat ik daarvan hou, maar omdat ik dat zie en ik vind het mooi. En ik kan het betalen. Dus dat haal ik wel. Maar ik hou ook wel eens de Zara. Bij de Primark heb ik volgens mij, ja, 2 jaar geleden heb ik nog bij de Primark een onesie gehaald. We hadden een thema met de familie, dat we allemaal onesie moesten hebben. En toen heb ik dat daar gehaald, dus van alles een beetje haal ik. Heb je een wijze les wat je onze volgers of kijkers zou willen geven? Ja, voornamelijk dat je moet genieten van je leven en dat het altijd erger kan. Dat is denk ik een levensles die ik de mensen wil meegeven. We willen je bedanken voor je tijd. Geen dank. Was het alweer? Wat moeten ze dan doen? Dan moet je op deze video abonneren, liken en een duimpje omhoog. En dan zien we jullie snel weer bij de volgende video. En in de comments moet je zeggen waar je woont. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bedankt voor het kijken. Als jullie deze video leuk vonden, abonneer dan even op ons YouTube kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Elke zondag om 3 uur. Ciao, ciao.